भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनोहरिम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम से बोलिए विष्णु भगवान की जय तो ना हटवा माइक हाय बॉय हाय यू हैव टू ले लो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते Het is op de vooravond van de Holy Feast. Daar wordt dus dan de holika verbranding. En dit symboliseert eigenlijk dat je het kwade vernietigt. Ja? Al het kwade wordt samen bij de holika verbranding eigenlijk vernietigd tot as gemaakt. Weet u, in het leven zou je zeggen, niks is belangrijk en niks is onbelangrijk. Je moet een mogelijkheid hebben om het oude achter jou te laten. Hoe je het precies gaat doen, bij oud en nieuw, proberen wij met het afschieten van bommel het oude af te schieten en het nieuwe vooruit te laten gaan. En zo heb je ook deze traditie om wat bladeren en andere zaken te laten afbranden en hopen, bidden, dat het nieuwe, het spirituele komt. We hebben het op kwade in de gemeenschap, zoals criminaliteit, corruptie, vriendjespolitiek en zelfverrijking ten koste van onze gemeenschap. Het kwade manifesteert zich ook op het individuele vlak, zoals onderling twist, discriminatie, afgunst, haat en nee. We hebben net onze holika de hand gedaan. Ik denk dat al deze zaken wij hebben overgedragen aan de holika. En die kans tot as is gemaakt. En we zien Perlaat als de positieve figuur in onze samenleving. Als we positief blijven denken, in onze gedachten gaan we dat ook manifesteren. Maar zonder die holika branden mag je geen pagwa vieren? Nou, het woord mag is een heel vervelend woord. Want en als je het doet, dan wat? Dus, maar het is net als zonder Goede Vrijdag. Pasen vieren gaat ook niet. Dus ze zijn aan elkaar verbonden, maar... En wat is de volgende stap? Morgenochtend, dan komt men terug om 9:00. En dan is alles afgebrand. En dan gaat dat, men dat naar boven gooien. Uitstrooien, zou je zeggen, in de lucht. En daarmee wordt het kleurenfeest ingeluid. MUZIEK